Welkom bij het verkeersjournaal van donderdag 16 januari. Op Scheveningen worden deze maand verkeerslichten vervangen. Sinds vorige week worden de verkeerslichten op de kruisinggevers Dijnootweg en de Scheveningse slag vervangen. En verkeer kan met aangepaste snelheid er langs rijden. De overlast houdt aan tot eind januari. Al enige tijd wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Groot-Hertoginnenlaan in Den Haag. Toen de riolering vervangen moest worden, ontstond ook het plan om de verkeersveiligheid te vergroten. en het monumentale karakter van de laan te versterken. Er komen gescheiden rijbanen, en in het midden komt een grote bomenrij. Er komen nieuwe parkeerplekken en fietsers krijgen een vrijliggend fietspad. De bomen op de stoep worden gekapt, zodat er meer ruimte komt en de klassieke gevels van de huizen beter te zien zijn. Er wordt gewerkt op het deel tussen de Waldeck piermondkade en de Carnegielaan. Verkeer blijft mogelijk tijdens de werkzaamheden, wel is er maar één rijstrook beschikbaar. Fietsers worden wel omgeleid en dat kan via de Koningin-Emma-kade, het Zwelingplein en de Eerste Zwelingstraat. De herinrichting van de Groot Hertoginnenlaan zal tot eind 2014 gaan duren. De verkeersader van het Westland, de N464, wordt grondig aangepakt. In verschillende fases wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Vanaf morgen zal de rotonde op de Arkelweg het hele weekend in alle richtingen afgesloten zijn voor al het verkeer. En het verkeer kan omrijden uh, via de Arkelweg en de Paul-Kap-Tijnlaan. Of via de Vogelaarde van Okkenburglaan, het Poeldijkse pad en de Rijzenburgerweg. Naar verwachting zal de rotonde na het weekend weer open zijn voor het verkeer. Wil je meer informatie of meedoen aan de prijsvraag Ratenstraat? Kijk dan op onze website en dat is omroepwest.nl. Heel graag tot morgen. Dag.